Vandaag is het sleutelwoord gezalfde. Het is een woord wat we nu eigenlijk niet meer gebruiken, maar in de oudheid en dus ook in de Bijbelse tijden werd dat genoemd voor iemand die apart gezet wordt, die een speciale taak kreeg. Een prachtige symboliek eigenlijk. Stel je voor dat onze politici nu gezalfd zouden worden en daarmee apart gezet voor een taak waarmee ze eerlijk, integer en oprecht en rechtvaardig zouden zijn. Hoe bijzonder. Het is 8 maart, morgen. Dat betekent Internationale Vrouwendag. En ik wou jullie zomaar een korte impressie geven van vorig jaar. Hoe we in onze kerk in Middelburg zo'n bijzondere viering hadden op zondag 8 maart 2020. De Bethel King composing Hallelujah. 8 maart, Internationale Vrouwendag. Voor de doopsgezinde gemeente in Middelburg reden om een speciale dienst te houden. Een vrouwenviering. Hoera, ik ben een vrouw. Ik ben de Eva van het leven. Deed eeuwenlang de Adams beven. En liet hen doen al wat ik wou. Het thema brood en rozen. Een verwijzing naar bread and roses. En daarom vandaag een verhaal over een vrouw uit Markus 14. En bij dat verhaal horen we straks een mooi lied, een onbekend lied, maar een prachtig lied. En we horen nu als eerste Psalm 25, waar de naam van de zondag in zit. De naam vandaag, 7 maart, derde zondag in de 40 dagen tijd, is okuli. Het woord ogen zit daarin. En dat is in Psalm 25. En daar komt dat woord, mijn ogen zien vol vertrouwen naar u op. Yeah.
Deze ochtend lezen wij uit Markus 14, vers 3 tot en met 9. Toen hij in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich, dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden, geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denari verkocht kunnen worden en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Ze voeren tegen haar uit, maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie. En jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Sommige verhalen komen maar één keer voor in één van de vier evangeliën. Dit verhaal van vandaag komt in alle vier de evangeliën voor. Het is dus een belangrijk verhaal geweest bij die eerste christengemeenschap. We kennen de verschillende versies denk ik een beetje door elkaar. Het beste kennen we nog het verhaal uit Johannes waarbij de vrouw met haar haren de voeten van Jezus afdroogt. Maar hier lezen we daar niets van bij Markus. Zij hier, deze vrouw, anonieme vrouw, zalft het hoofd van Jezus. Altijd goed om te kijken wat er vooraf gaat aan dit verhaal en binnen welke context het staat. Het is de kritiek van Jezus op de tempel, de tempelleiding ook. En net voor dit verhaal staat er dat de overpriesters en schriftgeleerden de beslissing nemen om Jezus uit de weg te ruimen. De spanning loopt dus op. Het is in een huis, speelt het zich af, in Bethanië. Dat is een dorpje aan de andere kant van de Olijfberg. En wij kennen het nu omdat Diet Koster daar woont.
Diet, die al meer dan 50 jaar zich het lot van Palestijnse kinderen aantrekt en hen in haar huis opneemt tot op de dag van vandaag. En wij steunen haar door middel van financiële giften. Betanië, Beit Ani, betekent ook Beit huis, Ani armen, het huis van de armen, de gebogenen. Het is ook het huis van Simon. Simon, de Melaatse, zo staat er. Er staat niet dat Jezus hem genezen heeft of zoiets. Nee, Melaatse was een uitgestotene. Dus Jezus kiest waar hij gaat eten. In het huis van de armen. Je zou kunnen zeggen dat Betanië, Beit Ani, het tegenovergestelde is van Jeruzalem, die rijke, trotse stad met die tempel. Maar eerst iets over het sleutelwoord van vandaag, gezalfde. Natuurlijk kijken we in het woordenboek. Het Hebreeuwse woord voor gezalfd is Mashiach. En het Griekse woordenboek zegt Christus. We kennen die beide woorden, Messias en Christus, en we gebruiken ze allebei voor Jezus. Zelfs Christus is eigenlijk een soort eigennaam van Jezus geworden. Maar het betekent dus gezalfde. In de Bijbel worden er heel veel mensen gezalfd, vooral profeten en koningen. We weten het van koning Saul en koning David dat zij gezalfd werden. Zij waren dus messiassen. Dus Jezus was niet de enige. En zij werden als het ware apart gezet voor deze speciale taak. Het feit dat we deze beide woorden voor Jezus gebruiken, gaat er eigenlijk terug op dit verhaal. Want dit is het enige verhaal over Jezus waarin we lezen dat hij gezalfd wordt. Deze vrouw giet een kruik met nardesmirre over zijn hoofd. En dan meteen volgt er een discussie, je zou kunnen zeggen, wat zure opmerkingen. Moet dat nou? Hè? Is dit niet veel te duur? En Jezus stopt dat meteen. Hij zegt, deze vrouw heeft iets goeds, iets moois aan mij gedaan. Nardesmirre kennen we ook uit het boek Hooglied. Het wordt gebruikt om de liefde te vieren. En je zou kunnen zeggen dat dit een uitnodiging is aan ons. Om niet meteen over efficiëntie, over geld te spreken. Maar om ruimte te maken voor liefde. Voor het goed doen aan de ander. Zij deed iets moois aan mij, kun je ook de woorden van Jezus vertalen. En dan klinken die bijzondere woorden die Jezus zegt. Overal in de hele wereld, wanneer dit goede nieuws klinkt, zal over deze vrouw gesproken worden. En dat is ook zo, tot op de dag van vandaag. Meteen na dit verhaal staat er, en Judas ging naar de overpriesters en schriftgeleerden om Jezus te verraden. Deze vrouw staat als het ware als een soort tegenbeeld tegenover Judas. Het doen van liefde. Liefde geven kun je alleen als je liefde ontvangt. En dat is wat het volgende lied ons zegt, uit liefde. God is vol liefde. Durf voor die liefde alles te geven. Durf het te wagen. Geef je zonder angst. Mm.